Wat heeft u daar als coach? En die meiden mogen nu een vrije trap hebben daar. Ja, nee. Want? Omdat ze wat fout deden. Wat hebben ze gedaan dan? Wat zie je aan die kant? Nee, omdat je aan die kant aan het kijken was. Dus je moet wel opletten. Ja, nee, tuurlijk. Oké. Okay. De derde fout, ik wil niet stoken. Nee. Nee, hallo. Je kan huwelijk stoken. Het staat 2-1. Nee, jij gaat gewoon 1-0. Ja. Eerst een hint, daarna een wie maakt die bepaalt hij naar de stand? Dat was helemaal fout. Dat ga je een rode kaart geven of zo. Nee, nee, zeker niet. Ja, inderdaad, ik ga zo meteen mensen hier van het veld sturen. Die zitten nee, ja, je moet uiteindelijk wel opletten. Ja, u moet opletten. Ja, opletten. Maar ik probeer op te letten. Nee, dat doe je niet. Het is mijn eerste keer, hè. Het is nou wacht even. Tijd als bij het spel. Dit staat nergens op. Slechte tijd. Het is tijd! Ja, maar je hoort alleen maar kakofonie van de dames. Die schreeuwen maar door elkaar heen. Dat ze gelijk hebben dat het wel of niet buitenspel is. En dat ze dan... Of je nou de dames schuld van jou slecht nee, nee, dat zeg ik niet. Zie je, zij vindt die ook al slecht. Ik zeg alleen hoe moeilijk dat het is. Dankjewel. De mannen willen graag een hand geven. Dankjewel, hoe moeilijk dat is. Het is de eerste keer, hè? We moeten een handje. We hebben op geel gekregen, dames. Handje voor de kruis. Bedankt voor de begeleiding. Ja, dankjewel. Maar jullie hebben gewonnen, dames. Ik weet niet. Dat die verloren hebben komen bij. Nee, we hebben gewonnen! Dankjewel voor het schijnen. Blijf nummer 7! Niet waar, scheidsrechter! Niet bedankt, je hebt wel gewonnen. Je vindt niet zo goed. Ik heb geen kaartje gekregen. Ja, ja. Ja, oké. Die noteer ik voor de volgende keer. Doe dat toch niet?